Ik was echt afhankelijk en was me daar niet van bewust. Ik wist niet eens dat ik zo op zoek was naar goedkeuring. En toch heb ik op de een of andere manier mijn leven lang geprobeerd het anderen naar hun zin te maken. Het lukte me maar niet om de persoon te zijn die anderen wilden dat ik was. En ik heb me altijd druk gemaakt over wat anderen van me denken. Ik snakte naar goedkeuring en ik geloof dat ik dat nog regelmatig doe. Ik geloof niet dat ik ooit echt mezelf was. Maar nu is het anders. In haar nieuwe boek Verslaafd aan goedkeuring laat Joyce Meyer uitgebreid zien hoe jij je zelfbeeld kunt veranderen. Leer jezelf beter kennen en leer te accepteren hoe jij bent als persoon. Bestel nu Verslaafd aan goedkeuring telefonisch op 026 20 22 100 of bezoek onze website joyce-meyer.nl.